Er is grote belangstelling voor de hennepindustrie in Suriname. Dit was de aanleiding voor de indiening van een conceptwet omtrent de industriële hennepteelt gisteren aan de president. Het wetsvoorstel werd overhandigd door Mohamed Goudabaks, die de voorzitter is van de commissie belast met de hennepindustrie. Deze is overhandigd en omvat het beleid en de randvoorwaarden die bij de industriële hennepteelt horen. Het eerste traject is afgerond en wij zullen ons nu buigen over het beleidsaspect ten aanzien van de hennepindustrie, zei Goudabaks. Bij de eerstvolgende bespreking zal ook het particulier bedrijfsleven betrokken worden.